Hallo dames en heren, ik ben Pokeroby, ik ben Stefan. Ik ben Daniel. En ik ben ook Daniel. Lisa dus kan er vandaag hier... niet bij zijn. Dus Daniel klinkt een beetje heel anders en de andere Daniel klinkt precies hetzelfde. En ja. We gaan verder met Pokémon, want ik heb nog steeds een voorsprong op Stefan. Een kleintje en nog. Andere Daniel heeft ook nog steeds een voorsprong op Daniel. Op Daniel. Op Stefan. Ik ben nu in het gebouwtje trouwens. Ook al, ik zit nu iemand te stalken. Het gebouwtje. Ja, Daniel en ik hadden net even over wie waar ongeveer was, maar... Ik stond nog voor. Het verschil is nu zo minimaal... Dat jij je moet schamen. Klopt, dat is... Nee, ik geef het toe, het is een foutje geweest, oké? Okay? En ik heb ervan geleerd. Ja? Weet je twee keer? Ja, nee, hoe vaak is twee keer twee? Waarom beginnen nu mensen op Skype tegen mij te praten? Hou je bek! Pardon? Doe even pauze zetten en zeg je, oh je bek! Nee, dat was straks zo. Er is sowieso een gast en die wil constant allerlei dingen van mij leren en weten en zo. En Lisa stommert, je moet wel die ene grot in met flesje, want je moet dat item naar hem toe brengen. Goh. Jij zei net tegen mij, no, dat hoeft nu. Nee, ik zei dat je laat het maar. Of dat je er geen flesje voor nodig hebt. Ja. Ja, klopt. Je kan het ook wel zonder doen. Nee, je moet het zonder doen, omdat je flesje niet kunt gebruiken. Oh, echt? Echt. Probeer hem eens te leren aan de Pokémon, dat gaat niet. Dat is oké. Okay. What the fuck? Oké, dus ik heb nu dat gedaan. Ik ben er weer buiten. Maar snel. Ik ga ook snel wat doorremmen. Ik ga denk ik even mijn Pokémon schelen. Met mijn slim idee. Om dat niet te doen. Heb ik het al gedaan? Oh, het is niet nodig. Ik ben in een museum. Ik ga dat nakijken. Museum? Ik wil ook een museum. Hey, Daniel, ik denk dat ik weer voor sta of niet. Waar ben jij nu? Ik ben nu mijn Pokémon's aan het helen. Ik ben alweer in het bos van... Oh, doe maar stoer. Ik ben Stefan, ik sta voor op iemand die dit Pokémon speelt nog nooit. Ja, nou, ik wou gewoon eventjes vragen waar je was, oké? Okay? Rustig. Laat me met rust. Ik kan er niks aan doen dat ik beter ben. Ik kan er wel iets aan doen dat je slechter aan was. Hey, WhatsApp. Dus, WhatsApp. In the middle of the street. Kan ik twee dingen tegelijk. What the fuck moet ik doen? Oh ja, naar beneden. Hoppakee, naar een boot. Hoppakee. Ik wil ook een boot. Ah man, ik ben naar slim. Wie is slim? Ik. Nice. Nice. Waarom ben je slim? Wat ik ook slim. Ik gebruik vuuraanval tegen vier Pokémon. Nice. Sowieso. Hey, jij bent Daniel. Cool. Trouwens. Daniel, mag ik je een tip geven? Mm-hmm. Wanneer je in een nieuw stadje komt, als je net een tijdje hebt gereisd, ook is niet nodig, heal je Pokémon eerst. Want wanneer je doodgaat, kom je in het laatste stadje waar je je Pokémon hebt geheeld. Oké, maar het is altijd handig om ze sowieso te healen, dus... Ja, maar net heb je bijvoorbeeld je Pokémon geheeld en dan ga je met die boot en dan moet je ze in principe weer healen. Okay. Dankjewel, ik ga ervan uit dat het niet klopt wat je zegt. Maar aan de andere kant kan het wel kloppen, dus... Oké, dan is het. Dankjewel Stefan, je was een keer aardig. Tuurlijk, ik ben altijd aardig tegen je. Je bent een bro, man. Oké. Wat een kleine boot. Hier, weet je, nou sta ik weer voor de zang, maakt het me niet uit wat er met jou gebeurt. Oh, nou, dankjewel. Weet je, zo ben ik gewoon, man. Wat denk ik echt? Dat vind ik echt fijn. Stil, st. Oké, sorry, man. Nee, ik wil niet terug, rot op. Ik moet niet op, het is mijn lesplay. Ik moet de letter... Je moet één letter aan iemand doorgeven. Een letter? Eén letter? Ja. Welke letter moet jij doorgeven? Ik weet niet, die denk de K of zo. Ja, ik de O. Oké. En wie moeten we dat aangeven? Waarom moet jij je letter geven? Dan moet ik even kijken of het dezelfde persoon is. Frans Steve. En Steven. Wat vindt Steven. Daniel Steven? Ja, ik speelde een Europese versie, ja. Bij de gym? Is dat al bijna bij de gym of niet? Nee, je moet eens de gym verslaan. Moet ik naar boven gaan of naar onder? Je moet naar onder. Dan ga je de verkeerde kant op. Ben je al in het tweede waar stadje? Ben je nou? Ik ben al in het tweede stadje, ik ben met de boot al geweest. Oh, dan moet je gewoon links van of onder van het Pokécent of links van het Pokécent City. Oh, oeps. Tentacool! Oh, ik wil ook een Tentacool hebben. Waar de fuck ben je nu? Tentacool. Ik ben tegen een trainer aan het vechten, want ik wist niet dat ik niet naar boven moest gaan. Oh. Tentacool gewonnen, het super effectief. Je kan ook eens je letter bezorgen. Ja, maar dat is nu een beetje laat, dus... Wow, 270 XP, nice. Ik ben level 19 alweer. Oh, goed zo. Dat is nice. Niet verkeerd. Mijn Butterfree heeft trouwens Gust geleerd. Dat is best wel handig in een fighting gym. Gust? Lepel is level 12. Nice.
nog maar een paar levels en dan evolueert hij dan aan die einde Confusion. Ja, ik kan nog steeds alleen maar teleport. Maar hij deed op 15 tackle, toch? Weet ik niet. Ja. Dat is het donker hier in die jammer. Hij deed op 15 tackle of zo en dan... Of deed hij op 15 Confusion en... Nee, ja, ik weet niet meer. Succes, oh, Bobby. Nee. Oh, wat is het hier donker? Wat is de vertering zo? Je moet naar rechts. Dankjewel, dat deed ik al. En dan naar boven zeker. En dan naar boven, ja. Boven. En hoe meer trainers je verslaat, hoe meer je gaat zien van alles, zeg maar. Oh, oké, okay, dat is handig. Battle Girl Laura, send out Mary Tite. Ah, jij zei Tite. Lol. Ik ga lekker modderen, ik ga dat lekker besmeren met modder. Nice, okay. Dat is best een goede aanval eigenlijk, had ik niet verwacht. Wat is een goede aanval? Mud, nog wat. Mud shot of zo. Zullen we nou eens anders eens even Lisa laten praten een stukje? Dat is een goede idee. Wat moet ik zeggen? Lisa, vertel eens wat over je leven of zo. Waarom zouden mensen op jou moeten abonneren? Vertel dat eens. Daar heb ik geen reden voor, dat moeten ze lekker zelf weten. Nee. Oké. Okay. Wat? Wat voor games doe je op jouw kanaal om mensen blij te maken? Pokémon. Oh, leuk, welke? Emerald. Oh, dus jij oefent wel stiekem? Stiekem. Nee, want het is heel anders. Oh. Nee, het is niet heel anders. Precies hetzelfde. Ik heb wel dingen gezien die anders zijn. Ja, het zijn een paar dingen anders, ja, maar... Je moet wel overal hetzelfde heen. Niet? Op één plek na dan. Op de ene plek haal je Rayquaza en op de andere plek haal je Groudon, dus... Ik call cheats. Wat doe jij, Daan? Cheats? Ik noem... niets. Ik zeg niks. Ik okay. Was niet... Nou, goed. Dat vind ik... Allemaal. Zolang zij wint, zoals Simon zei, is alles goed. Dan is alles goed. Maar volgens een van onze kijkers daag ik alleen maar zwakkere mensen uit, hè? Ik bedoel, kom op. Dat klopt. Hier is nee, want ik was wel een uitdaging. Ja, maar Daniel... Maar dat is dus echt slecht, hè? Want ik ben dus geen uitdaging van jou. Heb ik ook toegegeven. Maar je stond wel achter bij mij. Ik vind dat zo slecht. Maar Daniel, ik ben met mijn tweede gymgevecht bezig nu. Ah, ik ook ergens misschien. Ik heb geen idee. Ik ben iets aan het bevechten in ieder geval. Dat weet ik wel. Oh, nice. Dat was goed. Oh, shit just got real! Ik heb geen idee waar ik in aan het gaan ben, dus ik... Heb je verloren? Bevecht Tessa op dit moment. Matchup. Ah, oh, ik wil zo graag een matchup hebben. Echt geweldig dit hier. Hoe kan je een matchup vinden? Waar kan je die vinden? Kan je die ergens vinden? Die kan je vinden in de cave waar je straks heen moet. Oh, die ga ik vangen. Die moet ik vangen. Die is cool. Ik zit erover te twijfelen om een Aaron te vangen, maar... Ik zou het doen. Ik ben nog niet helemaal overtuigd. Ik zou het doen, echt. Ik heb er geen gevangen. Dat is een heel goed idee. Nou, maar hij leert best wel goede aanval, maar ik weet niet in hoeverre die handig gaat zijn. Oké, Cutmap is level 20, zieke leuk. Oh, Butterfree is level 16. Is dat nee. Is, nee, niet goed? Wat doet het? Nee. Ik weet het eigenlijk niet, maar ik heb het niet. Nee, het is geen schade. Eens even kijken. Boah! Ik wil geen foreskin leren, nee, dankjewel. Hey Lisa. Yo. Kan je een template voor me maken dat ik mijn tweede badge heb? Goed man. Dank je. Niet nu. Heb je hem al gewonnen, nee, nice? Nee, hoef niet nu. Heb je hem al gewonnen, nice man? Ik heb man. Hem gewonnen, ja. Ja, ja. Nice, nice. Dank je. Ik denk dat ik er nu ook ben. Broly, is dat hem toevallig? Ja. Oké. Okay. Yo. Moet ik niet die letter aan hem geven? Nee. Je moet aan Steven. Steven moet je de letter geven. Moet dat per se? Want ik weet niet waar Steven is. Ja, je kan hem ook gewoon verbranden. Nice. Als dat zou kunnen, zou genieten zijn. Little Broly sent out Machop. Go, Cutmip! Gebruik je waterpistooltje. Pss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 s. Lisa? Ja? Jij zei toch dat je niet de flash kan gebruiken naar de tweede gym? Nee, daarvoor. Oh, daarvoor. We hadden het over daarna, Moppie. Nou ja. Dan moet ik nog even weten waar ik flash krijg en dan ben ik helemaal blij. Ik heb hem al. Die krijg je natuurlijk van Steven, of niet? Lepel is level 30. Nee, van Steven krijg je Steelwing. Heb ik daar wat aan? Waaraan? Als je vier Pokémon haalt, wel ja. Dat zien we nog wel. Ik denk dat mijn Cutlip misschien dood gaat gaan dadelijk. Dat is niet fijn. Nee. Hey, Lisa, waar krijg je flash ook alweer? Weet ik niet. Jij hebt flash, zei je net. Ja, waarom heb je flash nodig? Ik heb hem nog niet gebruikt. Weet ik, maar ik vind het gewoon handig om hem bij me te hebben. Bij een mannetje of een vrouwtje of zo. Sorry? Bij een mannetje of een vrouwtje.
Zover was ik ook al, maar waar staat dat mannetje of vrouwtje? Ergens op een plekje. Oeh. Welk plekje? Een aantal pixeltjes eromheen. Dankjewel Lisa, dankjewel. Graag gedaan man. Jij hebt dus wel een goud gespeeld, jij zou dat moeten weten. Ja man. Ah, Stefan. Nou praten er al twee mensen tegen mij, waarom moet iedereen mij aan? Makahutia, wat een rare naam. Makuhita. Dat is hem. Laat maar, ik heb flash niet nodig. Tuurlijk niet. Flash is een kutaanval en niemand mag flash. Oeh, oh, dat is een elektrische Pokémon. Is dat een elektrische Pokémon? Volgens mij is het wel een elektrische Pokémon. Maar boeien. Een makakukikalaka. Nee, het is vecht. Oh, dan... Aangezien je in een vechtje zit. Oh, een Tentacool, die wil ik ook. Said no one ever. Tentacool, die wil ik hebben. Dat weet ik. Dat was een grapje, Daniel. Tentacool is zal ik een Oddish vangen? Ja. 100%. Kun je even weten ik heb in de baas ook vastgelagen. Jee. Oh, wacht. Nee, laat maar. Dat ga ik dadelijk wel even goochelen. Goochelen. Dus ik heb hem ook gewonnen. Woehoe! Wat heb je gewonnen? De tweede badge al. Jawohl. Dat gaat veel te snel. Veel te snel. Zit je weer... Zit je weer moeilijk te doen, Stefan? Zit je weer overdreven, sarcastisch te doen? Ik moet meer heks gebruiken. Zo, op level 30. Oeh. Hoe moet ik mijn Oddish gaan noemen? Stefan. Nee, wat een leuke naam. Ik heb EM Move uit... Oké. Okay. Wat zei je, flash Daniel? We hebben al lang flash, trouwens. Zolang je, wanneer je die dude verslaat, krijg je gewoon flash, Stefan. Oké, okay, wat? Wat? Wanneer je die dude verslaat, krijg je flash. Nee, dan zegt hij dat je flash kan gebruiken. Ja, dus dan krijg je hem toch ook? Nee. Je krijgt een TM, krijg je. Dus ja, een TM, ja. Flash dus is een flash. Geloof je niet. Dus, ik moest iets doen. Ik moest naar Steven. Waar de fuck is Steven? Ga ik niet zeggen. Ja, echt god. Maakt de jongen nou niet wijzer dan dat hij is, liefheb? Ik ben nooit wijzer. Maak ik groot? Hier is toch geen groot? Rechtsonder. Even healen. Ik heb al een super potion moeten gebruiken helaas. Jammer. Ik zou graag mijn Pokémon's willen laten rusten. Wacht, in principe heb ik geen vliegpokémon nodig, aangezien ik teleport heb, toch? Teleport, dat teleporteert je alleen naar het dichtstbijzijnde Pokémon Center. Oké, dan wil ik wel een vliegpokémon. Rechtsonder was het, hè? Oké. Kijk, ik heb besloten wel een Aaron te vangen. Cool, hoe ga je hem noemen? Lisa. Cool. Maar alleen als het een jongetje is. Oh, kut. Ik heb Oddish gevangen, was een meisje, ik heb hem Daniel genoemd. Oh, dankjewel, dat ben ik. Sorry man, wist ik niet. Oké, dan moet ik even denken hoor, hoe zat deze grot ook weer in elkaar? What the fuck is dit? Doe maar praten. Nou, ik ben tenminste... Wat? Oké, nou, dat kan. Een Mawile! Waar was die dude nou? Ik kwam ik net ook drie keer tegen. Waar was die dude nou, die Steven? Door de grot lopen. God. Hier is die grot, dat is helemaal linksboven, Steven. Oh, ja, sorry, ik ben niet zo goed met links en rechts. Boven en onder. Sukkel dat je bent. Oh, ik ben gewoon zo eerlijk zijn zoals jij in Binding of Isaac. Sukkel dat je bent. Dat heb ik nooit gezegd volgens mij. Heb je bewijs? Heb je zeker gezegd? In de eerste of de tweede video heb je dat gezegd. Dat weet ik niet meer, dat is een week geleden. Dat is veel te lang. Hey, een Aaron, die ga ik vangen. Level 10, dat is wel riskant hoor. Ik zou het doen. Ik ook. Eens even kijken. Ik ga tegen Zubat. Is dat nou een vliegpokémon of een grondpokémon? Vlieg. Daar ga ik hem voor. En nog iets anders volgens mij. Ja, Poison, ja. Oké, ik ga hopen dat maar dat zeg ik niet met 100% zekerheidjes. Yes, hij overleeft het niet. Laat maar, ik won het zo bad, laat maar. Ik kan hem wel niet vangen. Eens even zien. Wat is deze Pokéball? Dit is een Escape Rope. Zo, kijk zo. Nee, zo, dit ga ik niet winnen. Ah, dit is dom. Dat is een rotsmash shit. Dat ik hier rechts moet zijn. What the fuck is dit? Een Zubat! Cool. Moet ik ergens naar rechts of naar links? Of naar onder of naar boven? De eerste uitgang zit een beetje rechts. Okay. En dit maak ik geen grap. Is goed. Ik vertrouw erin deze game. Misschien.
Je moet gewoon tijdens... In de eerste ding moet je van rechts naar links, dan moet je van links naar rechts, dan moet je weer van rechts naar links. En dan moet je ergens een trapje op en dan weer naar rechts en dan een trapje. Heb ik geen masterbal? Ik heb er iets gevonden, denk ik. Eentje naar beneden, het zal wel goed zijn. Oeh! Ik wil een Abra. Als ik hem niet ga one-hitten, ga ik huilen. Ik kan niet, want de Abra gebruikt waarschijnlijk teleport. Je moet gelijk een Pokémon. Ja, ik heb hem ook gedacht, goddomme. Ach, die is dus dood. Jammer. Je moet ook op Abra altijd gelijk een Pokéball gebruiken. Ja, maar je moet hem toch eerst vullen verlagen, of niet? Ja, maar Abra die gaat zijn eerste aanval gelijk teleport. Waarom maak ik alle Pokémon dood die ik wil vangen? Ga lekker dood, Aaron. Ik denk dat ik de goede manier op de goede kant op aan het gaan ben. Misschien ook niet. Ah, hier moet ik naar boven vast en zeker. Hey, nog een Aaron. Dat is handig. Wat de fuck, ik zie niks. Hoe ga ik hem verzwakken? Oh, what the fuck is dit voor Pokémon? Een Mawile? What the fuck is dat? Mawile. Ik heb nooit van gezien. Mawile. Gewoon wegrennen. Haha, lol. Bada, bada. Waar ben je, Lisa? Tegen Brandon aan het vechten. Wie is Brandon? Mijn rivaal. Oh, gelukkig. Waar moet je... Oh, ik denk dat ik weet waar je bent. Je bent al voor de tweede keer met de boot gegaan, of niet? Ja, dat wist ik al. We moeten de aflevering trouwens stoppen! Wacht eventjes, ik ben misschien ergens in het goed gaan. Maar wacht eventjes. Wachten. Ik heb Everstone gevonden, is dat goed? Dan, als je die aan een Pokémon geeft, evolueert hij niet. Dat is toch onhandig? Wat heb ik daar nou weer aan? Ja, het ligt eraan. Kijk, stel je wil bijvoorbeeld een Torchic. Tot level 50 leveren, dan leert hij alle goede aanvallen al, zeg maar. Voordat hij level 50 is, dat is wel handig soms. Oké. Okay. Hey, handig. Ik denk dat ik er doorheen ben gegaan. Misschien. Als het belicht wordt, dan ben je er. Dan ben ik er. Nice. Heb ik toch redelijk goed gedaan, vind ik zelf. Maar ik heb nog steeds geen Abra. Verdorie. Je hebt toch zo'n Great Ball, of niet? Misschien. Vorige keer als je een Abra tegenkomt, meteen die bal gooien, dan vang je hem. Nou, ik had hem gewoon in één keer verslaan. Ik zou gewoon een bal naar hem toe gooien. Maar die vind ik alleen nog maar Zubat. Dat vind ik wel jammer. Dat vind ik zeker jammer. Ah, fuck. Laat hem maar zitten, kut, Aaron. Ik ga gewoon runnen. Haha. Ik hoef je niet dus te hebben. Dus, kunnen we niet afsluiten of gaan we ja, even lekker... Ja, is goed. Oké. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!